zoals hier staat het alle kanten op. En dan zie ik eruit om u tegen te gaan. Ja, moet het eerst helemaal naast. Ja. Dus je ligt niet stil als je in bed ligt? Nee. Ik ben een draaikont. Ik draai vaak omdat ik last van slapeloosheid. Ja, hè? Ja. Dus ik val niet in slaap en dan... Dan ga je ook woelen. Word je onrustig van. Ja. Maar goed, het is een chronisch probleem, dus ik zal er wel 80 of 100 worden. Ja, hoor. Ja. Toch? Je bent wel uitgeslapen als je 's morgens weer wakker bent. Nee, want ik val tegen de ochtend goed in slaap en dan moet ik er op een gegeven moment weer uit. Ja, mijn moeder heeft het ook. Die hoeft maar 4 uur per nacht. Echt waar? Oh, dat is me wat. Die komt de nacht niet door. Nee. Heeft dat met haar leeftijd te maken? 92. Nee, heeft ze altijd gehad. Nee, en mijn zus en, ik heb er, hebben er helemaal geen last van. Daar is die fruinkart geknipt, hè? Wat was die leuk, hè? Nou! Ik vond het echt mooi. Ja, staat goed. Ik vond dat hij er een stuk jonger van geworden was. Nou was hij altijd al jong. Ja! Ja. Maar nog jonger. Hij is toch zijn mooi. Ze tegen zijn kinderen, is dat je broertje? Ja. Nou ja, uiteindelijk heeft hij al een dochter. Die gaat... dit is het laatste jaar op de lagere school. Oh ja. En dan gaat hij al naar de middelbare school. Ja. Dus nou ja, dan kan ze haar vader meenemen naar schoolfeestjes. Oh ja, wel zeker. Dat past wel. Ja. En dat vindt hij ook vast leuk. Ja. Ja. Ja, is het voor je. Mooi, nou, hij wil nooit dansen, hè. Nee. Carolien wil altijd dansen en hij wil nooit dansen. Hij wil niet dansen. De meeste mannen hoor. Ik denk, ik doe nou toch even mee, jongen. Ja. Ik geloof ook niet dat hij naar dansles geweest is. Jammer. Geen van jullie kindertjes? Ja, Mark en Annette wel. Oh, heel goed. Tot het slotbal. En toen zei Annette van, ik ga daar niet naartoe, want dan moet ik een rok aan. Ja, ik heb altijd een broek aan gehad. En toen... zei ik, ach wat jammer nou. Ja. Nou. En Mark wou ook niet, want die moest er ook heel netjes uitzien dan. Ja. En toch op plaats, toen hebben ze kleren geleend. Want ik had dan net een blouse gekocht, zo'n roze lichtgevende blouse. Oh ja. Nee, een gestreepte blouse. Ja. En toen kwam ze thuis, toen zei ze, nou ik heb toch maar even wat bij mijn vriendin geleend. Ja. En dat was zo'n roze lichtgevende blouse. Ja? En zo'n maillot had ze erbij. Ook ras? Ja. Ah nee. Ja. En ze had ook een paar van die hele chique schoentjes geleend. Maar die waren haar te groot. Ah ja, daar kan je niet op dansen. En toen heeft ze daar witte sokjes over die lichtgevende kousen. Het lijkt wel carnaval. Met die keurige sokjes erbij. Nou, en op een gegeven moment... Toen kwam ze beneden, was ze kant en klaar voor het bal. Ja. En nou, en ze deed altijd hele grote stappen, maar toen had ze een nauw rokje. Had ze ook geleend. En toen kon ze dus alleen maar kleine stapjes doen. Ja. Nou, fijn. Ik denk, nou, dat zou wel winnen, maar wij waren al slap van de lachen. Ah, geweldig. Nou, toen ging ze tegenover Fokke zitten. Hup, de benen op tafel. Ja. Ja. Toen zei Fokke, nou, ik kijk je tot aan je. Ja, dat kan ook weer niet. Dat kan is niet. Ook in wennen. Dat moet je anders doen.